Deze beschouwing is erop gericht om professor Dr. Bert Vermeersen de mond te snoeren. Ik wil dat die man uit zijn functie wordt gezet, per nu, per onmiddellijk. En ik wil dat er ruimte komt dat hij aan plein publiek zijn excuses aanbiedt voor de ongelooflijke onzin die hij over het Nederlandse volk heeft uitgestort. En nee, dit is geen grapje. Ik ben het helemaal beu met dit soort mensen. Ik ben het ook beu met gewone stervelingen die geen professor-dokter willen genoemd worden. Maar op Facebook lopen te brullen dat we allemaal gaan verzuipen als ratten hier in Nederland. Dat moet afgelopen zijn. Maar voordat ik mij heel boos ga maken, pak ik eerst even mijn thee, want dat was ik vergeten. Ja, maar Perry, jij hebt thee, dan heb jij dus water aan de kook gebracht. En dat heb je toch wel gedaan met groen gas? Nee, dat heb ik gedaan met elektra. Met mijn waterkoker. Ja, maar Perry, dat is helemaal niet CO2-neutraal. Want jij zit bij vroeger, waar heette dat de Nuon, en nu is dat Vattenfall. En die haalt voor 80% de elektriciteit uit koolwaterstoffen. Ja, dat klopt. En mijn elektraverbruik, daarvoor betaal ik in de maand iets van 21 euro. Dus jij moet niet zeuren. Ik krijg zo'n energierapport van de Nuon. Dat heette vroeger de Nuon. Vattenfall. En ik verbruik ongeveer 1/3 van wat een vergelijkbare huishouding, eenpersoonshuishouding, verbruikt in Nederland. 1/3. Dus niet zeuren over mijn elektraverbruik, AUB. En inderdaad, ik heb thee en misschien had ik dat moeten zetten met gas, dat het goedkoper is. Maar ik heb geen fluitketel. En ik vind zo'n waterkoker wel handig en zit niet zo te zeuren. Proost, trouwens. Hey, maar voordat we gaan beginnen. Dit is de website van het Compendium voor de Leefomgeving. En dat is een Rijksoverheid gebeuren. En dat linkje, nou, je kan het zelf wel vinden. Je kan het zo vinden, hoor. En als je het echt helemaal niet kan vinden, moet je even een reactie sturen en dan krijg je hem van me. Ja? Maar er staat dus zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, gemeten vanaf 1890 tot en met 2017. En dit is de grafiek. En je ziet, punt 1, dat de zeespiegel nogal varieert. Dat scheelt dus over de afgelopen 20 jaar. Is die gemiddelde zeespiegel, er zit een variatie in van bijna 20 centimeter, zie je dat? Het is niet zo dat hij de afgelopen 20 jaar met 20 centimeter is gestegen. Want hier was hij heel laag en hier is hij heel hoog, maar daarvoor was hij ook weer heel hoog. Maar je ziet wel dat sinds het begin van de meting, toen was het zo hier zo gemiddeld, was het min 18 ten opzichte van nu. Hè? En nu zitten we dus op plus 5 of zo. Nou, die rechte lijn, daar ben je natuurlijk in geïnteresseerd, want dat is de trend waarmee het stijgt. En daar staat de verhaal hieronder. Die trend die je ziet, die is 1,9 mm per jaar. En 0,2 mm per jaar komt doordat de Nederlandse bodem aan het dalen is. Met 0,2 mm per jaar. Dus. Staat hier, oh ja, het wordt hier. De bodemdaling langs de Nederlandse kust is heel gelijkmatig, is lineair, betekent rechtlijnig. En de schatting is 0,2 mm per jaar. Dus de gecorrigeerde stijging staat hier, 1,7 mm per jaar. Nou, denk je op een hele langere termijn, dus bijvoorbeeld een eeuw, dan moet je tussen nu en 100 jaar, en dan zitten we in 2020, rekening houden met een zeespiegel die 17 centimeter hoger is.
17 centimeter. Tussen nu en 100 jaar. En die trend die je hier ziet, die is vrij stabiel. Dat is dus een, het is weliswaar heel variërend, die zeespiegel. Maar de trend die je hier ziet, van die stijging van 1,7 millimeter, die is behoorlijk nauwkeurig vastgesteld. Dat kan je niet helemaal goed zien, maar ze hebben daar een, je hebt die de donkerblauwe lijn, of een grijsblauwe lijn, en daaromheen zit een bandje getekend. En daar wordt de variatie in de trend mee aangegeven. Nou, die is heel smal. Dus de correlatie hier is vrij sterk. Ik schat dat er een R-kwadraat is van 0,8. Maar dat is even op het oog dat ik het zo schat. Maar vrij hoog gecorreleerd. Dat betekent dat je hieruit mag afleiden dat deze trend naar de toekomst gezien nog wel even op deze manier door zal zetten. En dat je naar het verleden kijkende ervan uit mag gaan dat dit al een tijdje bezig was. Met andere woorden, als je hier rekening mee houdt, als je rekening houdt met het feit dat het grootschalig verbranden van koolwaterstoffen pas begonnen is in de 20e eeuw, en dan vooral sinds de Tweede Wereldoorlog, naar mijn mening. Maar dat weet ik niet. Ja, nee, zo'n beetje kan je dat wel zien, ja. Toen is het echt begonnen. Nou, de zeespiegel was dus al lang aan het stijgen. En hoe komt dat? Ja. Ja, het eenvoudige antwoord is. Het eenvoudige antwoord is de simpele vraag. Waarom zou de zeespiegel niet kunnen stijgen? Waarom zou de zeespiegel altijd dezelfde moeten zijn? Waarom zouden er geen lange termijn fluctuaties kunnen zijn? Want we weten bijvoorbeeld dat de intensiteit waarmee de zon straalt, die is niet stabiel. Die varieert. Er zijn dingen als zonnevlekken. En los daarvan, de afstand van de aarde tot de zon, die varieert. En de aarde draait om de zon in het heliocentrische model, als we daar even van uitgaan. Het is maar een model namelijk. Hè? Het is geen werkelijkheid, het is een model. Een modellering van het zonnestelsel. Dan plaats je de zon in het midden. En dan draait de aarde om de zon heen. Maar niet altijd met dezelfde afstand. Dat heeft Kepler zo vastgesteld. En dan nog steeds is ook de afstand van de aarde tot de zon. Dus die varieert gedurende het jaar. En dan draait de aarde ook nog in een hoek om de zon. Dus de Noordpool staat niet echt naar het noorden toe van de cirkel waarmee die om de zon heen draait. Maar die staat onder een hoek, 23 graden ongeveer. Maar ook die hoek, die schommelt. Kortom, het hele zonnestelsel is één groot wiebelend geheel. En alles, echt alles, loopt aan elkaar te trekken. Saturnus trekt ook aan ons. En de maan trekt ook aan ons. Nu, wij trekken aan de maan. Ja, als je het hebt over wie het hardste trekt. Ja, wij trekken harder aan de maan dan andersom. Maar de maan trekt ook aan ons. Dus het feit dat de maan om de aarde draait, dat kan je wel jolig zo zeggen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat zowel de aarde als de maan gezamenlijk draaien om een gezamenlijk zwaartepunt. En het gezamenlijke zwaartepunt ligt iets onder het aardoppervlak. Dus daar ga je al. Dus met dat de maan om de aarde draait, draait de aarde dus ook om een gezamenlijk zwaartepunt heen. En komt de aarde dus, als de maan van de zon afstaat, dan staat de aarde op dat moment heel dicht bij de zon. En dus dichter bij de zon. Nou, dan heb je ook nog. Nou, gaan we door. Er zijn heel veel cycli gaande. Ja. En dan mag je dus verwachten dat dingen veranderen. En dat zijn hele langzame veranderingen. Neem bijvoorbeeld de ijstijd, de grote ijstijd. Toen heeft er ijs gelegen halverwege Drenthe. Dat is ongelooflijk koud was het toen. Maar dat is niet in een weekend ontstaan.
En het is ook niet in een weekend zomaar weggesmolten. Die dingen gaan heel langzaam. En hier kan je dat dan zien aan zo'n grafiek van Rijkswaterstaat. De gegevens, dit is van door Rijkswaterstaat gemeten en door het CLO, het Compendium voor de Leefomgeving, samengevat en een mooi artikeltje bijgeschreven. En hier kan je het dan zien. Ja. Nou, dit is over hoe het nou in de werkelijkheid ervoor staat met de zeespiegel. En dan heb je die gevaarlijke malloot. En die heet Bert Vermeersen. En die heb ik hier. Moet je even luisteren naar wat hij zegt. Zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook, dan zou de zeespiegel met iets van 80 meter stijgen. Nog een keer. Ietsje eerder, ja? Met name die bijvoorbeeld bij Alaska. Als die nu allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook, dan zou de zeespiegel met iets van 80 meter stijgen. Nou, nog iets eerder, ja? Even kijken waar hij nou echt over heeft. Deze man is professor dokter. Ik wil dat hem de mond gesnoerd wordt. Ik wil dat hij dit soort dingen nooit meer voor een publiek mag zeggen. Ja, met een hoed op zijn hoofd, met van die ezelsoren. Van ik ben een idioot en ik ga jullie hele... Dat gewoon als komiek. Van ijs bij de poolkappen. En voornamelijk ijs wat gelegen is boven Antarctica. Daar ligt ontzettend veel ijs, nog steeds. En ook boven Groenland. En er zijn ook nog een aantal hele grote gletsjers in de wereld. Met name die bijvoorbeeld bij Alaska. Als die nu allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook. Even in dit, hè. Als ze allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook. Ja, wacht eventjes. Hoe kunnen die gletsjers, die ijsmassa's, die sneeuwmassa's anders verdwijnen dan door smelt? Dat ze opgeschept worden door aliens en meegenomen worden naar Mars? Ja, maar dan gaat de zeespiegel niet van stijgen, neem ik aan. En wat bedoelt hij dan? Dat ze gaan verdampen? Maar hoe... Het is zo dat vaste stof, in dit geval ijs, maar dat kan ook in één keer verdampen. Maar de mate waarin ijs verdampt, dat is echt heel erg weinig. Dus meneer Bert Vermeijers, professor dokter Bert Vermeersen, moet je dat wat hij zegt? Grote gletsjers in de wereld. Met name die bijvoorbeeld bij Alaska. Als die nu allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook. Afsmelten of wat dan ook? Wat nou? Wat dan ook? Wat zit hij hier te creëren aan vaagheid? Hij is professor, dokter. En hij gaat insinueren, door laten schemeren, dat behalve smelten, dat er nog andere redenen kunnen zijn waarom het ijs zou kunnen verdwijnen. En in al die gevallen gaat de zeespiegel stijgen. Ja, ja. Dan zou de zeespiegel met iets van 80 meter stijgen. Absolute onzin. Kijk, het is absolute onzin omdat als Antarctica gaat smelten, dan gaat dat niet zomaar smelten. Dan komt dat omdat de temperatuur op Antarctica dan boven nul komt. Hè? Nou, wat is de temperatuur in Antarctica? Die varieert in de winter van min 10 tot min 30. En in de zomer ligt de temperatuur rond het vriespunt. Nou, als alles moet gaan smelten, dan moet de mondiale temperatuur met iets van 20 graden gaan stijgen.
minimaal 20, 30 graden. Wanneer gaat dat gebeuren? En als de temperatuur met 20 tot 30 graden gemiddeld gaat stijgen, dan is het leven hier in Europa, dat is niet meer te harden. Dan krijg je zomerse temperaturen van 60 graden Celsius. Dat houden wij niet vol, dan gaan we dood. Dus wat heeft het nou van enkele zin dat Bert Vermeersen gaat fantaseren over een aarde waarbij de gemiddelde temperatuur met 20, 30 graden Celsius is gestegen? En dan gaat lopen fantaseren dat de zeespiegel met 80 meter gaat stijgen. Dit is helemaal niet aan de orde. En dat ga je dan vertellen aan een publiek wat de godganse tijd bang wordt gemaakt voor stijgende zeespiegels. En dan moet je vooral dit gaan doen. En daarom vind ik dat professor Dr. Bert Vermeersen de mond gesnoerd moet worden. Punt. Een gevaarlijke man. Hij verkondigt leugens terwijl hij het predicaat professor dokter heeft. Mensen zijn geneigd om vertrouwen te hebben in iemand die de titel professor dokter heeft. Dit is een schande. En werkt eraan mee dat die man het zwijgen wordt opgelegd. En dan gaat hij nog even door, want dat kan natuurlijk altijd nog erger, hè? Dan gaat hij hier. Nee, zijn hele verhaal is, laat ik het zo zeggen, dat de zeespiegel ook kan dalen als de ijskappen smelten. Maar wat hij er niet bij vertelt, is dat dat alleen maar geldt voor de zeespiegel rondom Antarctica. En dat het ook alleen maar geldt als je het hebt over landijs. Dus de zeespiegel rond Antarctica is momenteel hoger dan hij zou zijn als er op Antarctica niet zoveel ijs lag. Omdat het ijs een bepaalde massa heeft en massa trekt aan andere massa. Dat is de wet van Newton. Daar heeft hij gelijk in, hoor. Het is verder geen punt. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar de vraag is dan, hoeveel trekt die ijsmassa aan dat oceaanwater? Je hebt dus op Antarctica, dat is vaste land, bovenop Antarctica ligt iets van gemiddeld 2 kilometer ijs. Dat is heel hoog. Nou, dat is een enorme massa. Nou, die trekt aan het omliggende oceaanwater, zonder meer. Maar het is niet de enige factor die eraan trekt. Want de aarde, die heeft een massa die heel wat groter is dan al dat ijs en sneeuw wat op Antarctica ligt. Ik neem aan dat jij dat wel snapt. Ja? Door die ijsmassa is 2 kilometer dik. En die ijsmassa is minder zwaar dan water van zo'n hoeveelheid, natuurlijk. Want ijs heeft een lagere dichtheid, een lager soortelijk gewicht. Daarom drijft ijs ook op water, hè? En de aarde, die bestaat uit steen, met name. Basalt en dat soort dingen. En dat is zwaarder nog dan water. Dus de massa van de aarde is vele, vele, vele malen groter dan de massa van die hoeveelheid ijs op Antarctica. Nou, en die twee, dus de massa van de aarde en de massa van dat ijs op Antarctica, die twee massa's trekken allebei aan het oceaanwater. Nou, en dan gaat hij uitleggen hoe dat werkt, hoe aantrekkingskracht werkt in het geval van Antarctica. Moet je kijken hoe hij dat doet. Oftewel, die magnetische kracht
gaan we kijken wat hij met dat ijzerveldsel doet. En ik weet niet of het helemaal goed zichtbaar is, maar als ik die dicht bij het ijzerveldsel haal, dan ziet u dat het ijzerveldsel en degene die voor zitten, die hebben wat dit betreft het beste viewpoint, denk ik, dat het ijzerveldsel naar de magneet wordt toegetrokken. En als dat ijzerveldsel, als dat heel fijnmazig zou zijn, het is niet zo fijnmazig, dan zou je zien dat het een soort van paraboolvorm wordt. Eigenlijk is het een sinusvorm. Goed, ik heb je net uitgelegd, het gaat om twee massa's. Namelijk de massa van het ijs wat op Antarctica ligt en de massa van de aarde zelf. En beide massa's trekken aan dat oceaanwater. Nou, als je dat wil duidelijk maken met behulp van magneten, dan vind ik dat prima. En dan heb je twee magneten nodig. Eén magneet en die stelt de ijsbult op Antarctica voor. En die andere magneet, en die moet dan 1000 keer zo sterk zijn. En die trekt dan, en die stelt de aarde voor en die trekt aan de onderkant. Maar hij heeft maar één magneet. Hoe kan je nou met één magneet iets duidelijk maken waarbij er sprake is van twee aantrekkende krachten? Ik mis toch een magneet. En dan laat hij uiteindelijk niets anders zien dan dat ijzerveilsel wordt aangetrokken door een magneet. Ja, maar dat weet toch iedereen? Dit snapt toch iedereen? Ja, dus als de ijsmassa op Antarctica de enige massa was die trok aan het water van de oceaan rondom Antarctica, ja, dan heeft Bert Vermeer zijn punt duidelijk gemaakt. Dan wordt het water alleen maar aangetrokken door die ijsmassa op Antarctica. Maar de aarde is er ook nog. Deze man is gek. Dat is een ernstig geval. Die man die hoort thuis in een psychiatrische inrichting. Die heeft hoogmoedswaanzin. Die denkt, omdat hij professor dokter voor zijn naam heeft staan, dat hij altijd de waarheid spreekt. Het lijkt wel de paus. Die heeft toch ook zoiets, hè? Sinds paus Pius de IX. Dat alles wat de paus zegt, dat is waar als de paus het me zegt. Dat denkt professor Dr. Bert Vermeers ook. Want nou, ik heb een heel publiek. En ik weet drommels goed dat het gaat om twee aantrekkende krachten. En, maar dat publiek dat is toch zo stom als achterin van een vark. Hè? Want ik ben professor Dr. Bert Vermeers. En ik laat ze gewoon even met één magneetje zien dat het zo werkt. En dan die opmerking van hem. Wie staat hier dan in beeld? Ik zal het even uitvergroten. Er staat hier dan in de Engelse ondertitel: A kind of parabolic form. Actually, it is a sine wave. Ja, dat is hetzelfde als dat je. Het gaat hier om wiskundige vormen. En een parabool, dat is een wiskundige vorm. En een sinus, dat is ook een wiskundige vorm. Die zijn wel totaal verschillend. Een parabool is namelijk de vorm die een waterstraal maakt. Als jij ga je de tuin in de zomer, dat moet je nou niet doen, nou hartstikke koud. Maar dan neem je een tuinslang en doe je die tuinslang en spuit je hem horizontaal op een meter of twee hoogte of zo, horizontaal vooruit. En dan moet je van opzij kijken. En dan zie je dus dat het water gaat in eerste instantie netjes horizontaal, maar dat gaat langzaam afbuigen naar beneden toe. Nou, die vorm, dat is een parabool. Ongeveer, want je hebt ook nog een beetje last van een wrijving. Dus het is niet helemaal een perfecte parabool, maar scheelt niet veel. Dat is een parabool. Nou, en wat is nou een sinus? Nou, als jij elke dag het tijdstip noteert waarop de zon opgaat en het tijdstip noteert waarop de zon ondergaat en je neemt de tijd daartussen en dat schrijf je op. Elke dag doe je dat heel trouw. Dus dan weet je hoeveel uur de zon schijnt per dag.
En dat hou je dan bij met 365 dagen. Nou, en dan kan je daar een staafgrafiekje van maken. En wat je dan ziet, dat is een sinus. Dat is dus een herhalingsding. Ja, hij gaat omhoog, en dus de dagen worden langer, 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 langer. En dan worden dagen korter, 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 korter. En dan worden dagen weer langer, 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 langer. Dus een parabool, dat is iets heel anders dan een sinus. Dus een sinus is niet een soort parabool. Wat hij hier zegt. Het is een soort parabool, eigenlijk een sinus. Dat kan je helemaal niet zeggen. Een parabool is totaal anders als iets als een sinus. Je zegt toch niet, want het is een soort fruit. Eigenlijk is het een cd-speler. Dat zeg je ook niet. Deze man weet niets van wiskunde. Nou, als hij niets van wiskunde weet, waarom staat hij dan op een podium en heet hij de professor dokter? En los daarvan, hij heeft het over de zeespiegel in Nederland. Daar had hij het net over, dat de zeespiegel in Nederland zou stijgen met 80 meter. Maar als Antarctica gaat smelten, dan gaat de zeespiegel in Nederland niet dalen natuurlijk. Die gaat stijgen. Want Antarctica trekt er momenteel volgens zijn model aan het oceaanwater. Ja, dat oceaanwater wordt dan dus ergens naartoe getrokken en dat moet dus wel ergens vandaan komen. Nou, het wordt dus naar Antarctica toegetrokken. Dus waar daalt het dan? Ja, in de omgeving van Antarctica. En waar wonen wij? Ja, in de omgeving. Ja, ver weg van Antarctica wonen wij. Dus bij ons, als Antarctica gaat smelten, wat het helemaal niet gaat doen. Er zijn helemaal geen tekenen van. Het enige wat wij merken is dat er een behoorlijke fluctuatie zit in het ijs op het noordelijk halfrond. Dat wel. Hier is zo'n berg, de Kilimanjaro. Even opzoeken waar dat ding nou ligt. En dat Wacht even, dus, bijna weer professor Dr. Vermeers in beeld. Kilimanjaro beklimmen. Kijk, waar ligt dat ding? Tanzania ligt dat ding. Voor alle zekerheid erbij, maps.google. Door Kilimanjaro. Tanzania. Nou, dat ligt dus hier. Dat is inderdaad Mount Kilimanjaro. Dat ligt in Afrika. Uitzoomen alsjeblieft. Zo. Maar dat ligt, dat ligt trouwens wel in het zuidelijk halfrond. Maar dit ding, die ijsmassa daar, is ook aan het smelten. Dat weten we. Maar hieronder dus, Antarctica, daar smelt helemaal niks. Al heel lang niet. Het is rete stabiel. En daar is ook een hele goede verklaring voor, omdat de aarde onder een hoek naar de zon toe staat. Dit stuk is beduidend het koudste. Dus, dit is een stuk kouder dan hierboven. Ja, dus hier heb je dan Arctica. Ja, dan zie je dus hier zie je geen land, maar dit is dus Groenland. Ja. En hier ligt ook een behoorlijke hoeveelheid ijs. Dat ligt wel tot aan hier, denk ik. Hè. Maar dit is zee in principe. En als hier het ijs smelt, ja, daar merken wij helemaal niks van. Want of het nou ijs is, of het water in vaste vorm is, of water in vloeibare vorm, dat maakt dus geen donder uit. Daar stijgt de zeespiegel niet van. Maar als Groenland helemaal gaat smelten, dan is het maar de vraag natuurlijk of Groenland helemaal gaat smelten. Maar stel, dan, het zou misschien wel kunnen. Maar dan nog. Als je het hebt over die feitelijke zeespiegelstijging.
Nou, dan is het dit plaatje. En dit is al 120 jaar gaande. En ja, dat gaat niet morgen veranderen. En ze roepen dat wel. En allerlei mensen in onze samenleving, die nemen dat over. En ik ken heel wat gevallen, waaronder mijn eigen kind. En die nemen dat zelfs met een gretigheid over. Want dan is er een of ander groot probleem wat niet... Ja, waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent. En waarvan je de schuld kan schuiven bij... bij iedereen eigenlijk. En jij weet dan wel van het probleem en dus ben je beter dan andere mensen of zo. Het is een... Ja, het zijn hele vervelende discussies die ik ook voer met mensen die net al... Die helemaal onder de invloed van professor Dr. Bert Vermeersen gaan lopen roepen van... Ja, wat er nou is gebeurd en als de zeespiegel in Nederland maar een tiende stijgt met wat professor Dr. Bert Vermeersen zegt. Nou, dan stijgt hij nog steeds met 8 meter. Dan is het afgelopen met Nederland. Dan is het maar 10% van professor Dr. Bert Vermeersen zijn voorspelling. Maar zo gaat dat nog een keer. De professor Dr. Bert Vermeersen, die heeft het over 80 meter... Nou, en daar dan 10% van, ja, dat is altijd nog 8 meter. Ja, dat is dus volgens de trend. Hè, als je nou uitgaat van een trend, laten we voor het gemak even zeggen 1 millimeter per jaar. Dat we dat zien, hè? Dan rekent het wat makkelijker. Ja, dan heb je dus een stijging van 8 meter. En dan heb je een stijging van 1 meter in 1000 jaar. Dus een stijging van 8 meter heb je dan in 8000 jaar. Nou, en dan niet 1 millimeter per jaar, maar zeg 2 millimeter. Nou, dan heb je dus een zeespiegelstijging van 8 meter over 4000 jaar. 4000 jaar! Man! 2000 jaar geleden was Nederland niet eens bewoonbaar. Was er één groot moerasgebied. Een walhalla voor muggen en kikkers. En wilde beren. Is er erg, zo'n professor Dr. Bert Vermeersen? Dus misschien moet... Ja, nee, schrijf een brief naar de universiteit. Waar zit hij? Delft of zo? Je bent er zo achter. Vraag het ontslag aan van die man. Zegt dat hij zijn mond moet houden. Hij moet een beroepsverbod krijgen. Wegens misbruik maken van zijn autoriteit. Door noblesse obligé. Je mag jezelf beste professor Dr. Huppeltjepup noemen, maar dan moet je je wel naar gedragen. En niet zomaar rare dingen gaan lopen roepen alsof je de eerste beste Pipo de Clown bent. En dat mag niet. Ja, vroeger hadden wij zo'n spreekwoord van als de hemel omlaag valt, nou dan hebben we allemaal een blauwe hoed. Nou, in die categorie valt zo'n uitspraak van professor Dr. Bert Vermeersen van als alle ijzen plotseling allemaal tegelijkertijd gaat smelten. Wat helemaal niet kan. Ja, dan stijgt die zeespiegel met 80 meter. En dan zitten daar mensen in de zaal en die luisteren dan naar hem en die denken aan het eind van de avond dat ze educatie hebben gehad. Nou, ik was gisteravond bij een lezing van een professor dokter, hoe heet hij ook alweer? Maar Perry Winkel weet precies hoe die heet hoor. En dat vond ik wel interessant. Ja, daar heb ik wel wat bijgeleerd.
Ja, het schijnt dat, dat je met een magneet dat je ijzervezel ook heb je in een aquarium mee. En heb je ijzervezel en dan hou je een magneet bij. En dan gaat dat ijzervezel, dat kruipt tegen die magneet aan. Ja, door glas heen, hè. Door glas heen, joh. Ja, dat was wel heel informatief. En dat is met die ijsbergen dan ook zo. En daarom daalt de zeespiegel als de poolkappen smelten. Nee, gevaarlijke man. En met hem iedereen, want ook mensen op Facebook, die zijn geen haar beter. Die brullen dit soort mensen met het grootste plezier na. Die vind ik, vervelender, omdat ik sommige daarvan, die ken ik dan ook persoonlijk. En ja, is dan een Facebook vriend van je. En dan zie je ook al die andere reacties van al die andere mensen die dan zeggen, ja, nou, ik vind het wel goed hoor dat je hier stilstaat. Want ja, als de zeespiegel gaat stijgen, nou, dan gaan we allemaal verzuipen. En er moeten maatregelen komen en belasting moet omhoog. En ja, daar ben ik wel voor. Ik had van de week had ik hier een mannenbezoek. Voor mijn kachel. En ik maakte zo terloops een opmerking over. Ik heb namelijk al een aantal jaren mijn kachel niet aan. Ik maakte daar zo'n grapje over van lang leven de global warming of zo. Ja, ik vind het niet erg om geen kachel aan te hebben. Het is wel onhandig en ik zou het weekend bezoek krijgen. En ik heb uiteindelijk maar een elektra kacheltje erbij gezet in de woonkamer voor het bezoek. Want mijn kachel is nog steeds niet gerepareerd. Anyway, die man, ik maakte zo'n grapje over dat klimaatgebeuren. Dat mij het dus wel goed uitkomt dat het lekker warm wordt. Wat helemaal niet zo is, overigens. Maar ze zeggen, het is nu gemiddeld in Nederland 2 graden warmer dan 100 jaar geleden. Dat is echt zo. De vraag is of dat zo blijft. Want het is nu al 20 jaar lang, is het hetzelfde. En waarom zou het dan hetzelfde blijven? Het zou kunnen zijn dat het weer terug gaat vallen. Dus dat het over 20 jaar, dat de komende 20 jaar, dat het weer wat gaat dalen. Zou kunnen. De statistiek geeft daar geen uitsluitsel over. Als je kijkt naar de temperatuur in Nederland, zeg je van ja, het is nu 2 graden warmer dan 100 jaar geleden. En ja, de laatste 20 jaar is het niet gestegen. En ja, dat kan zijn dat je dus op het hoogtepunt zit en dat het zo dadelijk weer gaat zakken. Ja, of het blijft nog een tijdje hetzelfde of ja. Maar de stijging is eruit. Dus er was even een stijging. Die heeft plaatsgevonden. Met name in de jaren 80. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. En die man die keek me zo aan en die zei van nou, over dat klimaatgebeuren, ik wil er niet veel over zeggen, maar laat ik je dit vertellen. In mijn familie zitten 4 familieleden en dat zijn veeboeren. En hij keek heel erg somber. Hij zei, meer wil ik er niet over zeggen. Ja, kortom, die man die kwam die hele klimaatdiscussie totaal de neus uit. Want hij ziet de gevolgen ervan. Er gaan echte boerenbedrijven, die gaan kapot voor schijnproblemen. Ja, ze roepen maar voor het gemak dat als we de boerensector niet halveren, dan gaat het natuurgebied, de Drunense Duinen, of dan gaat het natuurgebied, de Hoge Veluwe, helemaal kapot. Ja, dat roepen ze dan maar. Hoezo gaan die natuurgebieden kapot?
Ze krijgen last dat het niet meer zo stikstofarm is. Ja, nou zeker. Maar die natuurgebieden, ja, daar komen dan weer andere planten voor terug, hoor. Door die boeren zitten niet de hoge Veluwe te bemesten. Er komt een beetje stikstof bij, meer niet. En dat heeft gevolgen voor de vegetatie, ja, dat weet ik. En dat heeft ook weer gevolgen voor de fauna, voor de beestjes, ja. Maar dat is toch niet erg? Krijg je weer andere beestjes daar? We maken het nou uit. Ja, maar straks dan sterft er een diersoort uit, of een plantensoort. Nou, dan ga je die toch redden. Waar hebben we andere dierentuinen voor? Of je begint ergens een natuurpark. Dat je zegt, nou, dit natuurpark ga ik helemaal beschermen tegen stikstofbelasting van buitenaf. Dat is toch helemaal niet erg? Dan doe je dat toch? Goed rekening houden met de gemiddelde windrichting in Nederland. Dat die uit het zuidwesten komt. Dus als je zo'n heel arm gebied wil hebben, dan... Nou, dan moet je, daar zou ik eventjes goed over na gaan denken waar je dat wil. Misschien moet je het wel creëren. Maar maak het hem uit. Of je begint iets aan Artes. Ze hebben hier in Burgers' Zoo hebben ze ook een heel groot stuk. Dat heet de safari-dinges of zo. Dat is een helemaal overkapt en heel erg stikstofarm natuurlijk. En daar groeien dan van die planten onder erbarmelijke omstandigheden. Dus daar groeit dus echt bijna niks. En dat is dan precies wat ze dan willen. Hè? Zo'n heel stikstofarm milieu. En daar groeien dan bepaalde cactussen en zo. En daar horen dan bepaalde beestjes bij. En dan ga je toch zoiets beginnen. Nee, we gaan de boerensector kapot maken. Kijk, dat creëert professor Dr. Bert Vermeersen en passant. Heel zorgelijk dat dat soort mensen spreektijd krijgen. Dit is automutilatie. Dit is jezelf schade toebrengen als samenleving. Want er is niks aan de hand met het milieu. Ik zag ook zo'n filmpje onder de welluidende titel: er is nog niks aan de hand met het milieu. Nou, laat het woordje nog maar weg. Er is niks aan de hand met het milieu. En iemand kan zeggen, ja, ik voorzie een probleem. En waar dan? Op basis van welke feiten? En kom nou niet aan met dat je een computermodel hebt gemaakt. Dat in een computermodel, in die simulatie, dan gaat alles heel erg worden. Ja, want dat is een computermodel. Dat is niet echt. Neem zoiets simpels als de relatie tussen de concentratie koolstofdioxide en de temperatuur. Die relatie die ligt helemaal niet vast. De temperatuur in Nederland, heb ik je net verteld, die is de afgelopen 20 jaar niet gestegen. Nee, maar de koolstofdioxideconcentratie wel. Hoe kan dat dan? Ja, de enige, de voor de hand liggende verklaring is dat er meerdere factoren zijn die van invloed zijn op de temperatuur. En dus niet alleen maar de koolstofdioxideconcentratie. En de andere is dat wellicht de koolstofdioxideconcentratie helemaal niet zoveel invloed heeft op de temperatuur. En het experiment waaruit blijkt dat wanneer de koolstofdioxideconcentratie stijgt met, dat heeft hij dus gedaan, in de afgelopen 100 jaar is die gestegen met een derde. Van 0,03% naar 0,04%. Dat is een derde. Nou, dat is die gestegen.
Nou, er is nog nooit een experiment gedaan waarin ze hebben aangetoond dat wanneer in een atmosfeer, in een kas zeg maar, waarin, dan kan je dat zo nadoen. Hè? Je neemt een, voor mij heb je een kas in het Westlandgebied, waar ze allemaal van die kassen hebben. Dan neem je die ene kas en daar doe je normale atmosferische lucht in. En in die andere kas doe je diezelfde lucht, maar daar voer je een beetje CO2 bij in. CO2-bemesting, dat is bij die mensen heel gewoon, dat doen ze aan. Maar dan werken ze met veel hogere CO2-concentraties, by the way. Maar in elk geval, je gaat het gewoon een heel klein beetje verhogen, van 0,03% naar 0,04%. En dan zou dus in die kas met dat extra CO2, dan zou de temperatuur in die kas moeten stijgen. En doet hij dat? Is dat getest? Is dat gemeten? Nou, ik denk dat ze dat gemeten hebben. En daaruit bleek geen stijging. En toen zijn ze wat anders gaan doen. Door ik weet bijvoorbeeld dat bij het onderzoek naar de gevolgen van passief roken, dat ze een hele hoop onderzoeken daarna hebben gedaan, want ze wilden ze graag aantonen dat mensen die zelf niet rookten, maar waarvan de partner rookte of waarvan collega's op het werk rookten, dan zouden die mensen heel zielig ook longkanker krijgen, doordat iemand anders in hun omgeving rookte. Passief roken heette dat. Nou, er is helemaal geen verband tussen passief roken en kwalijke gevolgen. Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben heel veel onderzoeken gefinancierd. En alle onderzoeken waar dat verband niet in werd aangetoond, die onderzoeken hebben ze in de onderste la van een bureau gestopt. En die andere onderzoeken waar dat wel uitbleek, ja, die hebben ze allemaal in het voetlicht gebracht. Of onder het voetlicht gebracht. In de schijnwerpers gezet. Ja, zo kan ik ook iets aantonen. Als je iets maar vaak genoeg onderzoekt, dan krijg je uiteindelijk een onderzoek waar een positief verband uit blijkt. Moet je het gewoon lekker vaak blijven herhalen. En al die keren dat er niks uit blijkt, al die keren moet je het negeren. Moet je die onderzoekgegevens weggooien. Zo hebben ze aangetoond dat passief roken zo gevaarlijk was. Snap je? En dat hebben ze toen gedaan met dat passief roken. Dat weet ik. In die tijd studeerde ik bij de landbouwhogeschool. En wij kregen bij bepaalde vakken zoals epidemiologie, kregen wij dit soort achterklapverhalen te horen. Roddel. Van wat ze zich had afgespeeld bij de Verenigde Naties. De Verenigde Naties die zaten erachter. De WHO, de World Health Organization. Die heeft dat gedaan. En wij wisten dat. En dat doen ze nu weer. En getuige professor Dr. Bert Vermeersen, dan zie je dus de boel in actie. Dus stop die man, laat die man ophouden en zorg ervoor dat hij nooit meer op een podium komt, tenzij hij nog één keer komt vertellen dat het dan allemaal verschrikkelijk spijt. En dat hij het nooit meer zal doen. En dat hij voortaan zich zal gaan bemoeien met dingen waar hij wel verstand van heeft. Dus macrameën, plantenverzorging, dieren knuffelen, boodschappen doen voor bejaarden. Of hetzelfde edele werk wat ik, Perry Winkel, ook doe. Dat is namelijk schoonmaken in de gehandicaptenzorg. Dat zal hij hopelijk wel kunnen. Maar niet meer doen wat hij nu doet. Ja? Nou, en vol van vertrouwen op het afzetten van meneer Bert Vermeersen, zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.